Maakt u wel eens gebruik van OP wifi, bijvoorbeeld hier zo op de Grote Markt, dat je dan gratis kunt internetten? Ja, ja. Maar niet op de momenten dat ik bijvoorbeeld aan het bankieren ben, of, en dat is dan via mijn mobiele telefoon. Dus daar doe ik helemaal geen dingen mee die ik op enige manier vertrouwelijk zijn. Oké, okay, dus als u op een open wifi zit, dan doet u geen vertrouwelijke dingen? Nee, absoluut niet. Wel e-mail? Maar WhatsAppen of even mijn post checken. Ja. Want ben je zich bewust van de gevaren van open wifi? Ja, natuurlijk. Wat zou er kunnen gebeuren volgens u? Nou, daar kunnen anderen op de momenten dat ik aan de gang ben natuurlijk kijken wat ik aan het doen ben. En dat lijkt me al ernstig genoeg. Gebruikt u wel eens open wifi, zoals we dat hier hebben? Ja, soms als ik wil het voorbeelden. Maar ik gebruik het niet zoveel. Als ik voorbeelden wil ik op WhatsApp schrijven voor mijn vrienden of zo. Of mijn vrouw in Egypte of iemand anders of vrienden of zo. Gebruik jij wel eens open wifi, zoals hier op de Grote Markt? Ja, soms wel, ja. Maar ja, dat kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Denk ik. Ja, waarom kan het gevaarlijk zijn volgens jou? Ja, er zullen vast wel slimme mensen zijn die er allemaal dingen in kunnen stoppen. Om zo toch jouw telefoon over te nemen of zo. Maar toch gebruik je het wel eens? Ja, ik gebruik er eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nu pas eigenlijk, ja. Ja, ik maak eigenlijk bijna altijd alleen gebruik van de wifi, omdat ik geen internetabonnement heb. Nou, ik niet echt af en toe, als het echt nodig is, maar... Ben je bewust van de gevaren die daarbij kunnen optreden? Nu ben ik wel heel benieuwd. Niet echt, nee. Nee. Nou, het zou kunnen dat ik een nep wifi opzet en dan al jouw verkeer kan zien. Dus dan kan ik bijvoorbeeld jouw Facebook-inlog overnemen of als je gaat internetbankieren, dat soort dingen. Ja, dat wist ik niet. Nee. Maak je nu zorgen? Ja, dat vind ik vrij heftig. Ja. En ga je het nu ook niet meer doen? Nou ja, ik weet niet hoe vaak dit voorkomt. Is dit echt iets wat vaak gebeurt of zo? Nou, het is nog niet zo lang bekend dat het kan. Maar nu het bekend is, zal het wel meer gebeuren. Ja, nee, ik vind dit wel een beetje eng. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord, dus dit wel... Ja, ik schrik er wel een beetje van. Ja, ik schrik er ook van. Ja. Maakt u wel eens gebruik van open wifi? Hè? Je kun je gratis internetten via de wifi van de Grote Markt. Doet u dat wel eens? Ik niet. Want ik ook niet, nee. Maar dat is ook dus totaal niet veilig. Nee, dat is niet veilig volgens u? Nee, dat is pas gisteren of wanneer, van de week was dat toch ook weer in het nieuws. Al die wifi-netwerken is ook niet veilig. Nee, ik denk... Dus... Ja. Dat was dankzij deze campagne. Ja, okay. Ja. Nou, daarom doe ik het eigenlijk niet als ik iets wil weten. Dan, als ik een bakje koffie ga drinken, doe ik wel thuis. Ja. Dus ik hoef niet direct alles te weten of te delen. En dat is maar hoe je ermee omgaat. Maar ja, ik denk de jeugd, die doet niet anders, toch? Maar ja, ik weet niet of die er nou mee zitten. Ja, dan zijn we hier om dat uit te zoeken. Ja, oké. Okay. Dames. Die zijn wel slimmer dan wij misschien, dus die hebben ook minder angsten. Ik denk dat die er heel makkelijk juist mee zijn. U denkt makkelijker, ik denk slimmer. Ik denk slimmer, ja. Ze zijn misschien slimmer qua internetgebruik, omdat ze het meer gebruiken. Maar ik denk niet dat ze voorzichtiger ermee zijn. Ze willen overal dat er juist wifi is. Ja, dat is misschien waar. Dat kan. Ja, ik zou willen dat er wat minder wifi was. Waarom? Eigenlijk. Ja, maar het is wel graag. Nou ja, ik weet niet. Die straling overal. Ik weet ook niet of dat nou allemaal zo veilig is. Ja, ook de waar is er nou tegenwoordig geen wifi? Ieder vakantieadres is er ook alweer wifi. Voor mij hoeft dat niet. I never use wireless somewhere, like open network, because I know that's really easy to get into it. Even though my way of using with the phone is still not secure enough, I believe. So you don't use open networks. Here's open wifi on the Grote Markt. You don't use it? I try not to, and if I use it, I never log in into pages when I need to put my password on, because I know that can be seen, let's say.